Net als wat u heeft vernomen via de media, zelf uit monden van de president, is dat zijn besluit of resolutie verlengd is met nog een maand. Dus ik heb dat ook schriftelijk gekregen, dat tot 28 februari het nog steeds geldig is. Het besluit wat de regering top heeft genomen, is dat de mensen die één of meer hebben gekregen, het vrijwillig teruggeven aan de staat. Jawel, heel veel mensen zijn bereid om dat te doen, om de rust terug te brengen. Zijn we momenteel al bezig met de juristen te kijken, maar het is ook een proces om hoe we dat heel snel en makkelijk kunnen oplossen. Dus de meeste mensen hebben vanaf gisteren al de stukken teruggebracht. We praten dan over juridische term prijsgeven. Dat hebben ze ook intussen al getekend. Zeggen van oké, ik geef vrijwillig terug. En daarna beginnen we dan verder met de andere processen die dan moeten volgen. Momenteel kan ik niet aangeven hoeveel het nu is, maar we gaan heel veel terugkrijgen. En het digitaliseringsproces van het ministerie van GGB. Uw voorganger was er gestaan en werd daar niet doorgegaan. Hoeveel personen die online een aanvraag hebben gedaan voor een stukje brood hebben die zaak kunnen bemachtigen? Momenteel hebben we in ons systeem ongeveer 80.000 mensen. En misschien kunnen we aangeven dat 5% daarvan tot nu toe geholpen zijn. Want los van mensen die online hebben geregistreerd, krijgen we ook dagelijks op het ministerie mensen die ook komen vragen. Dus we werken niet alleen met de mensen die online hebben geregistreerd, maar mensen die ook persoonlijk naar het ministerie komen. Dus ongeveer 5% zo van de mensen die alleen online hebben geregistreerd zijn in aanmerking gekomen. Ten aanzien van dubbele uitgifte zijn we bezig te kijken met Emiglis. Want alleen via Emiglis kan je eigenlijk concreet weten van oké, dit perceel is al uitgegeven, het is al ingeschreven daar. Om met Emiglis te kijken van oké, mocht het zijn dat een perceel in 2010 al is uitgegeven en ik bijvoorbeeld wij niet de juiste informatie daar op kantoor hebben en het weer opnieuw uitgeven, moeten ze ons direct melden van hé minister, het is al hier geregistreerd dat het al in 2010 is uitgegeven. En dan wordt dan de burger dan aangegeven van oké, het is al uitgegeven, dus u kunt het dan niet meer krijgen. Iets dat leeft in de samenleving, en dat hoort u heel vaak minister, is dat mensen aangeven dat ze domeingronden lokaliseren. En wanneer ze dan bij domeinen gaan aangeven van ze willen dat aanvragen, als ze dan elementen binnen zijn bij domeinen, niet dat we beschuldigen, maar dat er personen daar zijn die het dan toewijzen aan andere, aan iemand anders. Ja, die klachten zijn niet van nu. Het is iets wat we jaren horen en wij proberen vanuit het ministerie om eigenlijk met onze medewerker te praten. Als ze dan zich schuldig maken aan zulke handelingen, dat ze dan eigenlijk niet ongestraft eruit zullen komen. Dus wanneer iemand zelf een perceel heeft geïdentificeerd, en misschien de kosten heeft betaald bij de landmeter en het opnieuw en weer aanvraagt, mag je eigenlijk niet weigeren om het eigenlijk niet te geven aan de persoon. Maar bijvoorbeeld wat de staat initieert, bijvoorbeeld de collectieve, dan moet de persoon komen met een verklaring van geen onroerend goed. Als je dat niet kan overleggen, kom je niet in aanmerking.